Ik moet naar de kapper. Hey guys! Welkom bij een nieuwe aflevering van Hartjes, die ik normaal upload op de eerste maandag van de maand. Maar ik was vergeten dat het een schrikkeljaar was dit jaar. Dus ik dacht eigenlijk dat het al maart zou zijn, maar het is vandaag nog februari. Ik ben benieuwd, zijn er mensen onder mijn kijkers die op de 29e jarig zijn, die dus vandaag jarig zijn, maar eigenlijk maar één keer in de 4 jaar dan echt jarig zijn? Ik vind het altijd wel sneu, want het is toch heel leuk om je verjaardag te vieren op de dag dat je jarig bent. Maar gefeliciteerd als je vandaag jarig bent. Vandaag is het weer tijd voor Hartjes, mijn serie op YouTube. Die draait eigenlijk om jullie, mijn kijkers. Ik heb deze maand weer iemand verrast wat echt ontzettend leuk was. Ik ga weer een vraag beantwoorden en ik ga jullie natuurlijk weer kaartjes sturen zoals altijd. En we beginnen met het eerste gedeelte, namelijk Ask Away. Ask Away. Ik heb een mailtje gekregen van een meisje die zegt: iedereen uit mijn klas heeft het over stijl. Mijn poster viel naar beneden. Nou. Volgens hun zijn mijn kleren eigenlijk een beetje een flop. Maar ik weet niet zo goed wat stijl is en wat dan leuk is om te dragen. Mijn antwoord hangt eigenlijk een beetje ervan af of je zelf leuk vindt wat je draagt voor kleding. Mij is namelijk heel wat jaren uit mijn leven verteld dat mijn kleding echt niet mooi was en dat ik er niet leuk uitzag door de mensen om me heen. Maar ik zelf vond wat ik droeg heel erg leuk. Dus als jij nu denkt van, ja, ik vind mijn kleding zelf eigenlijk wel leuk, maar iedereen om me heen niet, dan zou ik je aanraden er vooral niks aan te veranderen. Het gaat er meer om wat jij leuk vindt dan wat de anderen leuk vinden, want jij bent degene die de kleding moet dragen. Maar mocht je nou zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om een beetje mijn kledingstijl te veranderen en te kijken naar wat ik nog meer kan dragen. Dan zou je bijvoorbeeld eens wat fashion lookbooks kunnen opzoeken op YouTube van mensen die over fashion video's maken bijvoorbeeld. Eigenlijk als je het woord fashion lookbook intypt, zal je al heel veel video's krijgen van meisjes en trouwens ook jongens die hele leuke outfits dragen. En misschien zie je daar wel wat tussen dat je denkt van, oh, dat past ook wel bij mij. En wat je natuurlijk ook zou kunnen doen is kunnen vragen aan je klasgenoten of zij dan weten waar je leuke kleding kan kopen of waar zij hun kleding kopen. Ik vind het een beetje onaardig van ze om echt te zeggen dat je kleding niet mooi is, want dat is helemaal niet hun zaak. En dan vind ik eigenlijk een beetje pesterig om iemand te vertellen dat zijn kleding niet mooi is. Maar misschien willen ze je wel vertellen waar zij hun kleding kopen en waar je dan volgens hun toffere kleding kan vinden. Heel veel succes en denk eraan hoe je eruit ziet. Maakt in principe vrij weinig uit als jij er maar goed bij voelt. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dan nu mijn favoriete onderdeel. Surprise! Surprise! Deze maand ging ik Maria verrassen en dat deed ik voor de verandering eens een keertje helemaal in mijn eentje in plaats van met anderen erbij. Want normaal heb ik natuurlijk iemand mee om te filmen. Ik leg het allemaal uit in de video, dus daar gaan we nu snel naar kijken. Hey, vandaag gaan we weer een kijker van mij verrassen, namelijk Maria of Maria. Ik weet niet op welke manier je het uitspreekt. Maar in ieder geval, ze komt uit Zwolle, daar ga ik nu naartoe rijden. Ik ga nog even een taartje voor haar kopen, ze is niet jarig, maar ik vind het gewoon leuk om taart te eten. En vandaag ben ik helemaal in mijn eentje. Normaal heb ik Sassel en of Alwin mee om te filmen. Maar ik ga lekker alleen vandaag, vlogstijl. En het wordt hopelijk heel erg gezellig. Zo, ik heb nog even wat lekker gebak gehaald. En dan nu snel naar Zwolle toe. Zijn zo lekker. Oh. Oké, we zijn hier. Ik sta niet voor haar huis, maar ik heb een klein stukje erachter geparkeerd. Want ik dacht, straks kijkt ze per ongeluk uit het raam en dan ziet ze me. Ik ga even mijn lipstick bijwerken. Dan ga ik mijn spulletjes pakken en dan ga ik naar haar toe. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. Wel heel spannend hoor, nu ik niemand bij me heb. Oké, ik zie waar het huisnummer is. Hopen dat ze me niet ziet voordat ik aanbel. Hoi! Hallo! Dit was echt perfecte reactie. Hoi! Ik ben Tess. Ik ben al een tijdje bij Maria. Het is super gezellig en ze hebben hier thuis een super lief hondje. Waar ik ben niet vanaf kan blijven. Ik vind het de hele tijd op schoot. Maar het is natuurlijk tijd voor het onderdeel wat we altijd hebben in Hartjes. Namelijk dat we elkaar gaan tekenen. En Maria houdt heel erg van muziek en speelt zelf ook gitaar en ze zingt heel erg veel. En dus hebben we bedacht dat we elkaar gaan tekenen als een gitaar. Ik hoorde net al van Maria dat ze net zo slecht in tekenen is als ik. Ja. Dus dit wordt echt fantastisch. Okay. Wat is je lievelingskleur? Goed. Dan ga ik je een groene gitaar maken. We hebben erg ons best gedaan. En we hebben hier het uiteindelijke resultaat.
Tada! Dat ben jij. Oh, dat ben jij. Wow, ik heb een roze broek. Oh, wat? Ja. Dat is deze. Ja. Ik heb jouw outfit compleet genegeerd. Ja. Ik heb je een rood busje gegeven en een blauwe broek. Je wil een blauwe broek aan, toch? Yeah. Ja, precies. Kunstwerken. Nou, echt. Kijk jij die van mij en ik die van jou. Dank je. Kijk, dit is vet leuk. Ik wist dit helemaal niet toen ik afsprak om Mariah te gaan verrassen. Maar ze is dus super fan van Demi Lovato, net zoals ik. Zo leuk. Ja. Ik vond dit haar zo cool bij haar. Ja, ik ook. En kijk hier de achtergrond van haar telefoon. Dat ben ik en Demi. Zo grappig. Nou, ik ga weer bijna naar huis. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, heel erg. Het was hier in ieder geval super gezellig. En het was ook heel grappig, want ik kwam erachter dat we heel veel gemeen hadden. Dat we allebei heel erg van zingen, van muziek houden. Ja. En van Demi Lovato. Ja, ik vond het gezellig. Ja, ik ook. Doei! Nou, ik rijd net weg bij Mariah en haar familie. Het was zo gezellig. Ik ben echt mega enthousiast. En dit is altijd leuk, hartjes. Weet je, ik ben altijd heel erg blij met hoe het gaat. Maar Mariah volgt me ook echt al vanaf het begin, al 6 of 7 jaar. Dat vind ik dan zo bijzonder, want ze is nog hartstikke jong. Ze is 15. En dan hebben we ook nog eens zoveel gemeen. In hobby's en zo. Dat vind ik echt vet leuk. Dus wat mij betreft, een hele geslaagde hartjes. Oh shit, ik had hier links gemoeten. Oké. Dit soort dagen word ik echt weer flink aan herinnerd. Waarom ik dit doe en waarom ik dit werk zo leuk vind. En waarom ik hier nooit mee wil stoppen. Mariah, als je dit kijkt, ik vond het super gezellig. Ook met je moeder en je broertje. De verrassing had echt niet beter kunnen gaan. En ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En dan nu de verjaardagskaartjes van deze maand. Happy, happy birthday to you. Ik heb echt mega leuke kaarten deze maand. 2 zijn er van de webshop Most Cutest. En 3 zijn er van de webshop Habbers.nl. Dit is de allereerste. Een ijsje. Echt mega schattig. En dan hebben we hier nog een soort van schaapje, denk ik. En die zegt hallo. Dit zijn echt mijn kaarten. Echt fantastisch. Dan hebben we hier eentje met lieveling. En dat vind ik leuk, want ik heb een liedje in die heet Lievelings. En dan heb ik er eentje. Oh, je ziet het niet zo goed. Zo zie je het beter. Hierop staat Fly Away With Me. En dan tot slot een cactus met free hugs eronder. Wat haha grappig is, want met een cactus wil je natuurlijk niet knuffelen. Dit is mijn persoonlijke favoriet, denk ik. Dus deze gaat naar de persoon met het leukste mailtje. Al deze kaartjes worden verstuurd naar mensen die jarig zijn in de maand maart. Daar heb ik iedereen al voor gekozen, maar je kan je nog wel opgeven voor de maand april. Stuur dan je naam, je adres, de datum waarop je jarig bent, hoe oud je wordt die dag en nog wat anders leuks over jezelf naar dit onderstaande e-mailadres. Ik stuur 5 kaartjes per maand, dus misschien word jij wel uitgekozen en ligt er een kaartje van mij bij jou in de brievenbus. Of op je deurmat, want uit sommige brievenbussen vallen ze natuurlijk naar beneden. Vet lastig. Anyway, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Onwijs veel hartjes. En zoals altijd, love you. Tot de volgende keer. Doei!